Beste reizigers, dit is tramlijn 14 richting Javaplein, sinds 10 december niet meer naar Flevopark. Reizigers kunnen gebruik maken tussen halte Molukkenstraat en Flevopark met tram 3 en bus 37. Naar Javaplein gaat tram 14 richting Centraal Station rondje via Muiderpoortstation en Linneumstraat en terug Alexanderplein om huidige route naar Centraal Station. Meer informatie kijk www.gvb.nl. Dear travelers, this is tramline 14 towards Javaplein, no longer going to Flevopark since December 10th. Travelers can use tram 3 and bus 37 between the Molukkenstraat and Flevopark stops. After Javaplein, tram 14 goes towards Central Station via Muiderpoort Station and Linneumstraat and back to Alexanderplein on the current route to Central Station. For more information, see www.gvb.nl. De volgende halte next, stop de Dam Paleis Dam Bijenkorf, vergeet u straks niet uit te checken, please remember to check out. De volgende halte next, stop rook in het Spui Bloemenmarkt, overstappen op de lijn 4 en 52. Thank you.
De volgende halte next, stop Rembrandtplein, Amsterdam Center, overstappen op lijn 4. De volgende halte next, stop Waterlooplijn Hermitage, aan de Amstel Gemeente Hoofdkantoor, overstappen op de lijnen 51, 53 en 54. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. De volgende halte next, stop Meester Visserplein. De volgende halte next, stop Artis Amsterdam, zo vergeet u straks niet uit te checken, please remember to check out.
De volgende halte next, stop Alexanderplein, overstappen op de lijnen 7 en 19. De volgende halte next stop. Pontanenstraat, Dappermarkt. De volgende halte next, stop Zeeburgerdijk Zonnegrens.
De volgende halte next, stop Javaplein, eindpunt van deze lijn overstappen op de lijnen 22 en 65. Beste reizigers, dit is tramlijn 14 richting Centraal Station, via Molukkenstraat, Muiderpoortstation, Dapperstraat, Linneusstraat, Eerste Swindestraat, dan vanaf Alexanderplein, weer huidige route om deze tram weer naar Centraal Station te gaan. Dear travelers, this is tramline 14 towards Central Station, Viaduct Molukkenstraat, Muiderpoort Station, Dapperstraat, Linneusstraat, Eerste Swindestraat, then from Alexanderplein again the current route to take this tram back to Central Station. Beste reizigers, de volgende halte next, stop Molukkenstraat. U kunt met tram 3 en bus 37 richting Flevopark overstappen op de lijnen 3, 22, 37 en 40. De volgende halte next, stop Muiderpoortstation, overstappen op de lijn 1, 3, 22, 37, 40 en trein. Vergeet u straks niet uit te checken, please remember to check out. De volgende halte next, stop Dapperstraat, Dappermarkt. Vergeet u straks niet uit te checken, please remember to check out. De volgende halte next, stop Linneusstraat, overstappen op de lijnen 1, 3,
19 en 37. De volgende halte Next, stop eerste van Swindestraat Dappermarkt. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. De volgende halte Next, stop Alexanderplein, overstappen op de lijnen 7 en 19. De volgende halte Next, stop Plantage Lippelaan. Oh ja, ja, klopt. Metro en ik ben er. Dan een stukje lopen, dan ben ik er al. Klopt, dat is wel zo. Op de trein wat je zegt kan ook een beetje, maar ja, trein net 3 minuten beter. Ja. Hetzelfde op zich, 7 minuten of 3 minuten. Inderdaad. En nu ook, ik ben straks om 4 uur klaar. Ja. Ik pak de bus of de trein, de bus naar Purmerend binnen 20 minuten. Ja, klopt, dat bedoelde ik. De Purmerend is niet zo erg. Nee, precies. Dit is beter, man. Lijn 7 is niks. Ja, hè? Lange wereldreis. Ja, man. En hier is het ook wat gezelliger. Ja, gezellig, druk, heerlijk. Ja, noem maar op, man. De volgende halte Next, stop Artis Amsterdam. Zo vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Dan ga je gelijk naar Albertijn. To go heb je daar binnen. Klopt. Dat is relaxed van de stad. Weet je, gewoon alles daar in die... Warm eten, is ja, alles wat. Laatst kwam ik met mijn neef, ik zei tegen hem, ga bij mannen, ik heb eraf. Ik neem 2 patatjes mee. Yeah.
Ja, kijk, dat kan ook. Begrijp je? Ga je lekker bij de dam? Ja. Ja, ik ben er blij mee. Ik zou blauw hier nog komen. Nee? Maar ze zouden het regelen voor me. Maar ze, die regelen, echt, ik weet je, ze zijn nu echt onbeschoft in het werken. Olympia, hè? Olympia en GVW. Ze zijn een beetje te laat geworden, man. Ze vergeten heel veel. Is het niet meer zo van... Nee, het is niet meer netjes. Het is echt niet meer netjes. Maar ik begrijp het. Oké, van GVB begrijp ik het. Soraya heeft het druk. Ja. Soraya heeft ook die mensen van Ashraf. Ja, precies. Dus dan zit je al met dubbel, snap je? Ja. Zij moeten nog voor iedereen gaan regelen nog. Al die mensen van Ashraf hebben niks geregeld, hè. Het is veel werk, man. Ja. Bij Ashraf, ik en heel veel mensen... Heeft hij zeg maar, hoe zou ik het zeggen, heeft hij een beetje aan de lijn gehouden, snap je? En nu moet zij dat allemaal recht gaan trekken. Zonde. Ja. Hoe lang zit je nu totaal hier? Ik? Ja. Ik zit sinds juli, 7 juli 2020. Maar dat gaat in 4 jaar, man. En geen blauwe fase. Geen blauwe, maar kijk, ik kon wel in september blauw gaan. Ja. De volgende halte, next, Stokmeester Visserplein. Dus hij zei toen tegen mij, wacht even, misschien vind ik wel wat voor je op lijn 12. Maar die wacht even bij hem, was grappig, want hij zei, ja, het is best wel moeilijk, dit en dat. Nee. En toen uit het niets, ik krijg een bericht van hem. Hij stuurde, ik ga nooit vergeten, hij stuurde hem op 15 of 16 oktober. Dat hij 17 oktober wegging. Snap je? Dus ik bellen, ik krijg hem niet te pakken. Op een gegeven moment ik krijg Soraya, ik bel Soraya. Ik zeg, ja, maar hij zal voor me kijken, nog dit, dat. Hij zegt, is moeilijk. Hij zegt, het is mij moeilijk, helemaal niet moeilijk. Hij zegt, hij had zo'n plek voor je kunnen regelen. Op. Ik zeg, je liegt. Ik zeg, en overal? Hij zegt, ja, overal, behalve lijn 26. Lijn 26 zal wel een beetje moeilijk zijn. Maar voor de rest... How do I pay? With a credit card? But you can tap your credit card over there. Thank you. Perfect. Thanks, man. When you got up, smart, man. Dus ze zegt tegen mij, nee hoor, had je al in september. Ik dacht, klopt. Maar ik hoorde heel veel van buitenlanders, je weet toch, die hier werken. Ik heb een probleem met hem daarmee gehad. Hè. Ook, ik ken heel veel bestuurders van lijn 19. De volgende halte, next, stop Waterlooplijn Hermitage aan de Amstel gemeente hoofdkantoor overstappen op de lijnen 51, 53 en 54. Vergeet u straks niet uit te checken, please remember to check out. Ja. Rembrandtplein, ja, 2 stops. Not this stop, maar de next. Zonde. Ja, man. Maar nu gaat zij het wel voor me regelen. Dat hier... Zij is een aardige dame. Die Soraya is top. Maar daarom... Zij is soldaat. Ik had toen al in mijn hoofd, zij gaat ook niet lang kunnen volhouden. Want mensen die goed zijn... Misschien niemand. Nee, maar ik bedoel, mensen die goed zijn, kicken ze er zelf. Nee, dat is ook zo. Ze gaat het net op een lijntje krijgen dat iets goed gaat. Ja. En zij doet voor iedereen goed, hè. Weet je hoeveel mensen van lijn 12 haar boven? Toen zij pas hier kwam werken, was een conductrice, Surinaamse conductrice, ze was jarig. En zij was vrijdag, weet je wat ze heeft gedaan? Was bloemen gekocht, is op de halte, zij wist welke tram, is op Maastraat halte gaan wachten, tot ze kwam, heeft ze die bosbloemen in de tram aangegeven. Toen zei ze, dit heeft nog nooit iemand voor mij gedaan. Apart, man. Taxi had ik nooit verwacht dat hij dit zou doen. Ja, ze doen het vaak, man. Ik heb tegen mezelf gezegd, hè, toen ik vast kwam. Ja. Bro, ik draai mijn sleutel, ik doe mijn ritjes, ik draai mijn sleutel, ik ga naar huis. Ja, sowieso. Ik heb niks met werk te maken. Best op. Niks. Ik had ook een beetje strokken met Olympia gehad laatst. De volgende halte, next, stop Rembrandtplein, Amsterdam, Center, overstappen op lijn 4. Ja, we zien dat je 5 vermissingen hebt. GVB wil niet meer samenwerken. Ik heb geen eens 5 vermissingen. Ik zeg, hoe de fuck komen jullie op 5 vermissingen? Ze zegt, ja, er staat hier 5 vermissing. Wat bleek, het is niet eens van mij. Maar weet je, ik heb die strokken vaak met hun gehad. En nu heb ik wel een Surinaamse vrouw. Ik zeg, ik ben helemaal klaar met jullie Olympia. Zegt ze, nee, ze zegt dit. Ik zeg, vorige keer hebben ze mij ook, ik was op lijn 4. In de ochtend, ik word gebeld. Terwijl ik gewoon op de tram zit, ik word gebeld. Dus ik wacht, ik word bij dinges, ik neem op. Ik zeg, ja, hallo. Ja, je hebt je vandaag ziek gemeld. Ik zeg, ik zit op de tram.
Hoe dan? Ik zeg, ja, hoe dan? Dat moet jij zeggen, hoe dan? Ik zeg, ik zit op de tram, hoe kan je het gemeld? Zeg, ik heb ziek gemeld. Oh, apart. Hij is gewoon in de aalijke tegen de rap. Wow. Twee keer gebeurd. Voelen, twee keer gebeurd. Wat die hebben, man. Ja, dus zij zegt tegen mij, misschien heeft, of iemand heeft jouw personeel nummer doorgegeven, of... Ik zeg, maar, al geef je personeel, je geeft ook een naam, toch? Ik zeg, het is krom, maar ik zeg of ik moet alleen maar die ongelukken hebben. Ze zijn raar bezig. Ja, maar ze zulke fouten maken, maar serieus. Ja, maar Olympia is ook heel moeilijk te bereiken. Ja, dat hoort ik laatst ook. Ja, man. Je krijgt niemand te pakken. Geen planning, geen salarisadministratie, niemand. En als je ze mailt, reageren ze wel. Dat is ook heel krom, reageren ze. Kan geen moeilijk, hè? Kan geen moeilijk, ze kunnen niet. Kijk, als je zegt, weet ik veel, dat ik nu eruit moet, maar als ik je mail zal laten zien hoe ik op hun heb gereageerd, je gaat tegen mensen, hoe de fuck heb je de ballen gehad om zo te praten. Gewoon als honden behandeld. De volgende halte next. Stop rook in het spui bloemenmarkt. Overstappen op de lijn 4 en 52. Ja, wat is er aan de hand? Ja, snap ik. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik zeg, jullie zijn onbeschoft, maar hoe jullie werken? Ja, we hebben geen personeel en dit en zo. En dan gaan ze altijd zeggen, ja, ik begrijp je situatie. Ik zeg, jullie begrijpen geen situatie, want jullie liegen alles voor. Wat is er aan de hand? Ik zeg, wees gewoon eerlijk klaar. Maar heel veel bij Olympia, de Chevelli zegt ook tegen mij, ze zijn het ook zat dat ze gewoon ziek melden. Ja. Heel veel personeel daar meldt zich ook ziek. Waarom werken ze samen? Geef meer Olympia, waarom werken ze samen? Niet. Ja. Ga er gewoon uit, man. Ga zelf je als jullie het ook niet aankunnen, ja. Wat zeg je? Ja. Rust aan, ja, sowieso in Sjaan. Rust aan, man. De volgende halte next, stop de Dam Paleis Dam Bijenkorf, vergeet u straks niet uit te checken, please remember to check out. Yeah.
De volgende halte Next Stop Centraal Station Stationsplein. Eindpunt van deze lijn overstappen op de lijnen 2, 4, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 43, 48, 51, 52, 53, 54. S2, S3, S4 streekvervoer en trein. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out.